Er bestaat een gap tussen de oudere bestuurskundigen en de aankomende bestuurskundigen in Suriname, zei de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., gisteren bij de start van de bestuurskundeweek van de studierichting Public Administration aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Volgens B. moet deze gap verkleind worden. De DNA-voorzitter wees erop dat er geen relatie bestaat tussen DNA en bestuurskundigen, terwijl het Hoogste College van Staat kent wel een relatie met juristen. Echter is een relatie met bestuurskundigen van groter belang. B. zegt dat bestuurskundigen, behalve het toepassen van wetten en bestuursregels, ze ook altijd moeten proberen om balans te vinden in de uitvoering en uitoefening van die zaken. B. heeft graag dat er tijdens deze bestuurskundeweek gekeken wordt naar de vertrouwenscrisis die er wereldwijd bestaat tussen bestuurders en burgers. Hoe zorgen we ervoor dat ze tevreden zijn met hun plannen die ze moeten uitvoeren? En we zijn ook trots op deze week en die opleiding, want we moeten jonge bestuurders klaarmaken. In een heel veranderde wereld. Ja, in een wereld met digitale mogelijkheden, maar ook digitale uitdagingen. En zijn we ready daarvoor? B. roept op om te investeren in de opkomende bestuurskundigen, want dan alleen kan er veel van ze verwacht worden. De bestuurskundeweek 2024 loopt tot en met vrijdag 8 maart.